Patrick, wat denk je? Hij was een slaapvorm. Ja, ik vind, ik word helemaal, ik word echt hier moedeloos van. Ik proef bij jullie ook al zoveel woede en zoveel haat. Nou, dan denk ik bij mezelf, dan kom je, luister, mag ik even wat zeggen, meneer Kaasem? Ik vind, als je al zo ver bent, weet je wel, jullie zijn nog zo jong en jullie zijn nu al zo fanatiek, bijna extremistisch, dan denk ik bij mezelf, ja, dan komt er nooit een oplossing. Dan leer je nooit praten. Nou, en als je niet kan praten, en je wil alleen maar oorlog. Nou, zie je, dat vind ik dus onzin. Maar als ze praten toch als ze... Ik vind, je moet gewoon naar een oplossing toe werken. Klaar. En nu, ik heb nu het idee, als ik nu het conflict zie exploderen, dan zie ik ook, mensen willen geen vrede. En daar kan ik totaal niet bij. Weet je wat in onze Koran staat? Alle moslims zijn broeders, zwart. Wit, geel, bruin, maakt niet uit. Broeders, jullie zijn allemaal broers. Alle mensen zijn broeders, man. Ja. Wat is dat nou? Alle islamieten zijn broeders. Alle mensen zijn broeders. Wat een onzin. Iedereen is broeder. Jongens, dus ik ben geen broeder van jou. Nee? Oké. Wij zijn broeders, man. Is goed. Amerikaanse ambassade, weet je niet. Ga je het halen. Je krijgt problemen met de Amerikaanse ambassade. National, anders komt Scout toe. Wat kom je weer? Amerikanen. Bush is daar, Bush. Ziet al Bush. De grootste terrorist in de wereld. Hé. Oké, niks van weer. We moeten natuurlijk ook een heleboel doen met jullie papieren, hè, jongens. Wie denkt dat zijn papieren een probleem zijn? Of haar papieren? Ik heb nog steeds geen antwoord van de regering, van IND. Dus ik moet gewoon wachten tot ik mijn verblijfsvergunning krijg. En hoe lang moet je nog wachten? 3 jaar, meer dan 3 jaar. Wachten. Hi, ik ben Jalil Abdul. Ik ben 17 jaar oud. En ik woon in Amsterdam Oud-West. En ik kom op Afghanistan. Je hebt een DNA-onderzoek gehad. Waarom moesten ze bij jou een DNA-onderzoek doen? Omdat ze geloven niet dat ik zo jong ben. Want hoe oud denken ze dat je bent? Geen idee, dat ze niet vertellen. Ik heb gezegd, ik ben 17 jaar. En dan zeggen ze, nee, je bent nu 17. Je moet eigenlijk 5 jaar in Nederland zijn, dan mag je pas een Nederlands paspoort hebben. Nee, maar ze zijn... Je een Marokkaans paspoort of krijg je dan... Nee, allebei. Ja. Nee, het mag. Maar toen ik naar Nederland zeg maar, kwam, zei ze, als je onder de 16 bent, krijg je een Nederlands paspoort na 3 jaar. Dat is niet waar. Maar nu bijvoorbeeld, nu ben ik hier al 4 jaar en ik heb het nog steeds niet. En zijn er nog meer mensen die echt een probleem hebben met de papieren? Ik weet niet of het probleem is bij mij, maar ik sta nog steeds op mijn moeders paspoort. Nee. Heeft je moeder een Nederlands paspoort? Nee, een Turkse, maar wel een Oostenrijkse verblijfsvergunning voor altijd. Dus in één paspoort staan 2 visums en 2 foto's. Eentje voor mij en eentje voor mijn moeders. Ik heet Ilknur, ik kom uit Turkije, ik woon in Amsterdam-West. Ik ben 16 jaar. Ja, het is een beetje lastig hoor, want er zitten al die muntblaadjes zitten nu voor het tuitje. Hey, maar vorige week tijdens het debatclubje had jij nog een hoofddoekje om. Ja, toen zag ik er anders uit.
Ja, met een hoofddoekje. Waarom heb je die niet meer om? Nou, ik had hem om tijdens het Ramadan. Toen dacht ik, ja, ik ga dit Ramadan maar anders uitzien. En ik dacht, ja, ik ga ook een beetje aandacht trekken met hoofddoek op school. En dat is ook gelukt, maar toen dacht ik, ja, van... Mijn moeder draagt zelfs geen hoofddoek. En toen dacht ik van... En als we buiten zitten te lopen, kijken de Turkse mensen zo raar na. Kijken zijn dochter en de moeder is open. Mijn moeder zei gewoon niks, maar ze werd wel verdrietig. En ik wou eigenlijk niet meer naast mijn moeder lopen daarwege. Ja, maar... Dan gaan ze zeggen, ja, kijk, de moeder draagt geen hoofddoek en de dochter wel. De moeder moet een lesje leren van zijn dochter en zo. Wat is dat gezeik allemaal met die hoofddoekjes, wel of niet? En verplicht of niet verplicht, geloof, geen geloof, roddel, achterklap, aandacht trekken. Wat is dat toch met die hoofddoekjes? Ik weet niet, maar in Turkije mogen ze dat niet. Dus in Turkije mogen ze niet met hoofddoek naar school. Dat mag niet? Nee. Dat is verboden? Dat is verboden. Oké. En in Nederland dus wel, maar er komen wel heel veel reacties op. Maar ja, nu draag jij ook geen hoofddoekje meer? Nee, nu heb ik hem altijd, voor altijd, afgedaan. Nu allebei met losse haar zitten we buiten te zwingen. Complexiteit van de materie over jullie visa en paspoort en dat soort zaken heb ik iemand bijgehaald die er meer verstand van heeft. Dat is Sanderijn. Sanderijn, wat ben jij precies? Hallo. Ik ben Sanderijn en ik werk op een advocatenkantoor gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht. Hier in Amsterdam, Hamerslag en Van Haren heet het. En daar werk ik als assistent van een advocaat. Nou, briljant, hè? Ja. Nou, Sanderijn, ga zitten. Ja, dankjewel. Gooi jullie de papieren allemaal maar in het midden van de tafel. Dan gaat zij stapeltjes maken wat... Wat wel kan en wat niet kan. Zullen we dit meenemen? Oké, nou, er zitten al een paar Nederlandse paspoorten bij. Dat is heel makkelijk, want dat is allemaal één stapel. Dit is Youssef. Wie is Youssef? Onder de tafel. Hoi. Hoi. Heb je... Ja, je hebt ook een verblijfsvergunning? Ja, daar ligt die. Oké. En je hebt in ieder geval een geldig verblijfsrecht voor Nederland. Maar je moet nagaan of je een visum nodig hebt om de Verenigde Staten in te reizen. Ja? Hoe kan je dat vragen? Door erheen te gaan. Ja. Maar bij de Amerikaanse autoriteiten is het heel streng vanwege de terroristen en de aanslagen. Dus ik denk dat je moet bellen voor het maken van een afspraak. Oh jee. Oh jee. Mm, weet je wat dat kost als je moet bellen? Dat geldt voor meer. Ja, ik heb het niet gebeld. Ah, goed. Ja. Waar gaan we wel bellen? Angelio, je hebt een Afghaans paspoort. Ja. En ik heb begrepen dat jij in een procedure zit voor een verblijfsvergunning, hè? Ja. Dat je nog geen verblijfsvergunning hebt. Ja. Als je nog geen verblijfsvergunning hebt, wordt het lastig. Dat zal ik heel eerlijk tegen je zeggen. Omdat uitreizen is meestal niet het probleem. Maar er weer inkomen in Nederland is een probleem. Oké, dit zijn Turks paspoorts. Ik sta nog op mijn moeder. Dat ben jij. Dit is je moeders paspoort. Ja, dat is mijn moeder, maar ik sta er achter gewoon bij. Nou, als eerste heb je een eigen paspoort nodig, waar je zelf als eigenaar in staat. Dat heb ik alleen. Dat is een verblijfsvergunning voor Oostenrijk. Ja. Oké. Maar je moet wel een eigen paspoort hebben. Moeten ze allebei handtekening opzetten? Ja, ze moeten allebei een handtekening opzetten. Maar mijn echte vader is in Turkije, dus hoe kom en ik... Is je moeder nu samen met een man of niet? Jawel. Heeft hij het gezag over jou? Nee. Dan moet je kijken of het mogelijk is dat je biologische vader de aanvraag tekent voor een paspoort. Is dat haalbaar? Nee, ik kan hem zeker niet vinden. Nou, dan moeten we daar nog even over denken hoe we dat kunnen aanpakken. Maar één handtekening is ook niet goed, of wel? Nee, in principe moeten ze allebei tekenen. Dat staat in de paspoortwet. Ja. Nou, dan de Nederlanders. Zijn toch Nederlanders? Als je een Nederlands paspoort hebt, ben je Nederlander. Ik
Alles ja. Ja, nee, als je de met, oké, okay, voor de mensen met de Nederlandse nationaliteit. Zo goed, ja. Oké. Maar iedereen tevreden. Wat is het verschil dan? Ja. Wat is het verschil? Heb jij zelf een paspoort? Ik heb zelf een paspoort. Ja? Oké. Okay. Ja. Ik heb een Nederlands paspoort. Ben je er een beetje trots op? Op mijn Nederlands paspoort? Ja. Nee, ik denk niet. Is dat iets om trots op te zijn? Weet ik ja, niet. Nee. Ik ben niet echt chauvinistisch of zo. Wilt u mij adopteren? Ik zal het even met mijn vriend overleggen. Maar... Welkom, kom verder. Dag, ik ben de moeder. Ik ben Sanderij.